Het IMF zal het herstelplan van Suriname herzien en de IDB is bereid haar financiële bijstand aan te passen naar meer volksgericht beleid. Deze besluiten zullen verlichting brengen voor het volk van Suriname, zei president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen zaterdag tijdens de gebedsdienst in het kader van de Dag van Verbroedering en Eenheid in de tuin van het presidentieel paleis. Het staatshoofd meent dat er gekapt moet worden met bepaalde tradities in de partijpolitiek om komende generaties een duurzaam bestaan te geven. We gaan op de grassroots level moeten gaan werken aan die sociaal-maatschappelijke aspecten die elke burger pijn geeft. Wij allen, zoals eerder gezegd door enkele sprekers, wij allen verdienen een beter bestaan met al onze natuurlijke hulpbronnen en menselijke kracht. Laten we allen gaan voor de taal van het hart en die kwaliteiten die van ons zijn gebruiken om uit die diepe dal waarin we zijn eruit te kruipen. Denk aan dienstbaarheid, tolerantie, compassie, wijsheid, opofferingsgezindheid, dankbaarheid, liefde en respect voor elkaar en humility. Op deze manier heeft verbroedering en eenheid de beste kans van slagen bij ons. De president wees erop dat het land nu meer dan ooit de verbroedering onder de diverse bevolkingsgroepen nodig heeft. Er moet sprake zijn van een situatie waarbij Surinamers elkaar ondersteunen. Zij aan zij, schouder aan schouder, dat wij ons afhouden van wat ons verdeeld houdt en dat wij ons samen richten op wat ons bindt. We zijn één in geest, woord en daad, kinderen van God, wie nawang. Daarom roep ik vaker op, samen om de eenheid onder de Surinaamse bevolking tot een echte, maar ook een hechte beleving te maken, om in eendachtig te werken aan de opbouw van ons mooi land. De president haalde aan dat verbroedering gelijk is aan verenigde kracht. Dat moed geeft om door te gaan onder de moeilijkste omstandigheden, zoals we dat allen ervaren. Verbroedering zorgt voor een vreedzaam leven door met elkaar te blijven praten over hoe de gemeenschappelijke problemen kunnen worden opgelost. Hierdoor zullen we volgens Santokhi in staat zijn om sneller uit het dal waarin we nu zijn te komen.